Vraak, V-R-A-A-K. Dat is een mooie op het einde nog. Want ik denk dat dat een moeilijke combinatie is, Orjan. En ik denk dat je het daar wel mee eens bent. Inderdaad. Al zijn die vier toch weer uitstekend. En red je hier mooi de meubelen, 75 in de helft. Waskar, W-A-S-K-A-R. En kwarts bijvoorbeeld. Ik had al een beetje gezegd daar straks dat het moeilijk was. En inderdaad, dat is niet makkelijk, hè. Kwarts. Waskar. Ai, dat bestaat niet. Wassalon natuurlijk wel, hè. Is living wassalon. 20 punten voor de laatste. Karwats, K-A-R-W-A-T-S. Herinner je je nog de legendarische tv-serie naar het boek van Anne de Vries, Bartje? Die was altijd bang dat hij van zijn vader van de klabatsen kreeg. En dat was dan ondertiteld en dat betekende karwats. Schitterend, 20 punten. Einde van de tweede ronde voor Jan, 95. Dat betekent dat nog niks beslist is, denk ik, want we gaan eens kijken naar die twee eerste voorrondes hoe de stand is. 2,35, 3,20. Je loopt aardig in, Ann. Tot 350 tegenover 415, dat is 65 punten. Heel erg goed mogelijk, want we hebben 150 punten in de laatste ronde. We zullen proberen tijdens het verloop van die derde en laatste voorronde de tussenstand een beetje in het oog te houden. Ten einde te weten waar we aan toe zijn en ten einde te weten waar Ann en Jan natuurlijk aan toe zijn. Zijn we klaar? We zijn weg. Jan. Hul. Nee. Luw. Duwen. Luw. Dat is goed. Je kan pas geregistreerd worden als je geduwd hebt. Ann, goed gespeeld. 5 punten ingelopen. Nog 60. Jan. Slee. Het is voor Ann, inderdaad. Nog 50 punten. Alras. Dat is goed. Ofwel laars. En daarmee kom je terug op 65 punten voorsprong. Toeter. Jawel. Je doet er dan meteen 15 af. 20 zelfs. Kom aan. Doe een onderzoek. Ann. Enquête. Enquête. Heel erg plezierig is te weten dat Ann zich niet gewonnen heeft, dat zij absoluut die tweede finale van topscorer wil halen. Hoe is de tussenstand? 60-15. Hoeveel punten verschillen ze nog in de totaalstand? Even kijken. Nog 20, Jan. Dat is niet veel, hè? Geef er eens een peer op. Jan. Lel. Een lel, inderdaad. En dan? Jan. Menu. Ja, en nu is die blijkbaar toch aan een eindsprint begonnen. Jan. Blind. Ja. Kan het nog? Kan het nog? Ann. Wormen. Wormen, inderdaad. En dan kom je op 80-45. Dat is 45 punten en we hebben er nog 25 te gaan. Het kan helaas niet meer. Dit is het laatste woord. Hoeveel, dokter? Hoeveel heeft het gescheeld? Of Ann mocht voor de tweede op een volgende keer naar de finale, of het is Jan voor de eerste keer. Dat betekent dat de reis naar Egypte nog even vermeld moet worden, omdat het nu eenmaal sponsorgewijs zo afgesproken is. Maar ja, er volgt na deze aflevering maar één aflevering van Topscore niet meer. Maar daarover volgende keer veel meer. Kijk, dit is de eindstand. Het kon allemaal, Ann. Je was erg goed gestart in de derde ronde, maar Jan sloeg dan terug tot 80-45 en nipt door. Maar hij gaat naar de finale met 30 punten verschil, 460. Helaas. Helaas is ook voor jou de tweede keer de slechtste keer gebleken. Daarmee bedoel ik niet de slechtste keer dat je slecht gespeeld hebt, maar wel dat je het niet winnend hebt kunnen afsluiten. Dat vind ik heel jammer voor jou, maar ik hoop toch dat je het plezierig vond om mee te doen. Het was heel plezierig. En spannend, tot op het spannend. Einde. Hè, want... En ik ben heel tevreden al twee keer te mogen meedoen ook. Dus... Dat vinden wij nog eens plezierig. Zijn mensen die tenminste nog blij zijn en tevreden dat ze bij ons mogen komen spelen. Maar wij zijn natuurlijk heel blij dat jij gespeeld hebt, omdat je dat uitstekend gedaan hebt. Dus krijg je een gezelschapsspel. Het Verschuren woordenboek
En in Mortsel kennen ze jou nu, hè? Ja, dat zou Hou dat in ere. Tot ziens. Ja, daaraan. Bedankt. Jan, ben je ook blij dat je me mogen meekomen doen? Uiteraard. Je moet daar niet blij om zijn. Jullie hebben dat zelf verdiend hoor. Jullie doen die preselecties en zo mee. Dus jullie verdienen het om te schitteren in dit programma. Maak het nu af, Jan. Kom aan. Goed. Wat dacht je daar in die derde ronde van? Het gaat hier nog mislopen. Ja, inderdaad. En dan bij het begin van die tweede kolom heb je een paar belangrijke woorden ingepikt. Anders had je hier misschien niet gestaan. Dat zijn nu vijgen na Pasen. Je bent er nu. Ik wens je het allerbeste. En met drie gaan we proberen vier woorden te vinden. Zijn we klaar? Eerst erop. De weggever. Diner. Voilà, hij heeft hem. En in 0 seconden. Wat gaan we doen? Doorgaan, hè? Doorgaan. Natuurlijk. Dat betekent dat je dus weer 10.000 frank op je konto kan proberen te schrijven. Je hebt 60 seconden exacte speeltijd. 3, diner. Welke letter komt erbij? De G. Ginder. Is ook goed. Dat is nog niet zo moeilijk, hè? Voor ervaren taalspelspelers lijkt mij dit absoluut niet onhaalbaar. Dus gaan we door? We gaan door. Dat zal wel zijn. 58 seconden heb je nog. Denk luid op en het komt zeker wel. Ik ben er zeker van. De N. Grinden. Ook goed, jawel. Wij hadden natuurlijk allemaal gedacht dat je dringen ging maken. Ja. Maar grinden was ook goed. Het stond blijkbaar ook op de computer qua mogelijkheden. Dus zitten we aan de laatste rechte lijn. 56 seconden. Het is ja of ja zeker? We gaan door. Heb je dan een idee wat er komt? Het blijft kort bij elkaar, hè? Tot hiertoe was het heel kort bij elkaar. Ik ben benieuwd wat het zal worden. Je hebt 56 seconden om 1000 dingen te proberen misschien wel. Doe het snel en als het even kan, luid op. Dit is je letter. De O. Onderin. Nee. Onderin had ik gezegd. Maar. Bijna. Dringen. Je zat er zo kort bij, Jan. Zeg dat nog eens wat je daar straks zei. Onderin. Dat is een bijna. Onderin. Onderin. Wat zei je altijd? Orden. Onderin. Onderin. Het was ordening. Ja, ja. Dat is het toch bijna? Ik mag niet meer helpen, hè? Want nee, ik heb eigenlijk al veel meer gezegd dan ik eigenlijk op dit stadium mag doen. Ja. Ja, dat is een probleem, Jan. Je haalt het dus niet. Dat vind ik dood jammer. Ik had het je zo graag gegund, omdat je zo hard moest vechten om die eindronde te halen. Je haalt hem dan en dan net het laatste woord is fataal gebleken. Laten we niet overdreven treuren. Zo erg is het nu ook weer niet, want je krijgt nog dit mee naar huis. Kijk, uit de eerste ronde. Gedeeld door 2 is 4.600 frank, als ik goed kan rekenen. Toch de moeite om eens naar hier te komen. Ja, en bedankt zeker en was gefeliciteerd. Dag, Jan. Goed. Het is bijna afgelopen. 2,5 jaar topscore. U heeft trouw gekeken. Wel, doet u dat morgen nog 1 keer, dan bent u getuige van de allerlaatste aflevering van Topscore. Om 6:30 op TV1. Tot dan. Dag.
Ik heb dyslexie en daarom kom ik naar... Ik heb dyslexie en daarom kom ik hier naar school. Als leerlingen met dyslexie of met aandachtstoornis hier toekomen die veel problemen hebben, dan moet je een stuk kunnen toekomst bieden. En dan vertellen we over een aantal belangrijke figuren uit de geschiedenis die zelf ook met die problemen te kampen gehad hebben. Beroemde voorbeelden zijn Edison. De beroemdste. De beroemdste. Leonardo da Vinci. En Einstein. Ik ben al veel verbeterd met mijn problemen. Ze moeten ook heel dikwijls met twee of met drie werken, zodat zij van elkaar leren. Een leerling met dyslexie die een andere leerling met dyslexie helpt, die leert daaruit. Hallo, ik kom naar deze school omdat ik aandachtstoornissen heb. Daardoor kan ik niet goed leren als kinderen zonder problemen. Voor hun de grote probleem is dat ze op televisie de onderteksten niet kunnen volgen. En dan proberen ze en streven ze ernaar en na een jaar kunnen ze dat wel. En dat verrijkt hun leven ook heel erg. Ik ging vroeger naar een gewone school. Daar werd ik als dom en lui bestempeld. Veel jongeren worden ontzettend gepest op school. Niet alleen door medeleerlingen, maar ook een stuk door leerkrachten, juist omdat ze begaafd zijn. Dus verbaal zijn ze goed, maar op het examen brengen ze er niks van terecht. En dan krijg je het beeld van hij is lui, hij is gemakzuchtig, hij wil niet. In mijn vorige school haalde ik slechte punten. Was een strafstudie eerder gewoonte dan uitzondering en kwam ik in conflict met zowel leerlingen als leraars als de directeur, omdat ik een grote mond had. Maar vooral had ik, hoewel ik het niet wist, aandachtstoornissen. Ze gaan hier rechtop naar buiten. Bewust van zichzelf, bewust van hun problematiek, maar ook bewust dat er iets aan gedaan kan worden. Met een groter gevoel van zelfvertrouwen. Na een jaar Eureka kan je veel meer kans maken in een gewone school. Dit was zowat alles dat ik kan zeggen over Eureka. De laatste twee weken hebben we het vooral gehad over mensen in de onderneming. Maar hoe vinden we nu degelijke en goed opgeleide medewerkers? Dat de juiste mensen vinden op het juiste ogenblik voor onze KMO's probleem nummer 1 is. Als u een witte raaf zoekt, moet u zelf als firma een roze olifant zijn. Donderdagavond, TV1, KMO Partner. Toch even zeggen dat vanaf volgende maandag de buren er zijn om 8 uur vlak na het journaal en weerbericht. En er komt gedonder, omdat Pam aan een ander leven toe is en haar eisen stelt en omdat Ryan zijn boekje te buiten is gegaan.